Vrienden, hebben jullie dat gelezen? Ja. Weet je wat er aan de hand was? Ze hadden besloten, dus als de IC's overlopen in die ziekenhuizen, en dat zit er een beetje aan te komen eigenlijk op dit moment, dan hadden ze besloten dat de jongeren, die hadden dan voorrang op de ouderen. Zo hadden ze dat bedacht. Maar nou heeft het kabinet gezegd, nee, dat doen we niet, dat is niet eerlijk. Dus hebben ze nu besloten, het kabinet heeft gezegd, als een IC dan overloopt, dan gaan we loten. Zo gaat het gebeuren. Nou, kan je je voorstellen? Loten. Dus ik lig dan op zo'n gang, hè, in het ziekenhuis. Ja. En dan komt de verpleegster en die zegt, meneer Vermegen. Ja. Meneer Vermegen, de IC is vol. Oh, de IC is vol. En nu? Ja, we gaan loten. We gaan loten. Ja, zegt ze, maar er liggen nog 3 andere mensen op de gang. Dus zegt ze, ik ga even een schaal halen, hier, deze, ja, en dan gaan we loten wie er op de IC mag. Kan je voorstellen? Dat zit er dus aan te komen, dat gaat dus heel waarschijnlijk binnenkort dus gebeuren. Ik bedoel, hoe spannend kan het worden? Ik bedoel, een loting van een EK of een Champions League. Dat stelt dus echt nooit meer wat voor qua spanning. Ding. Want dit gaat over, ja, leven en dood. Ja, daar gaat het over. Dus nou, en dan komt die verpleegster en die zegt, allereerst gooi ik uw briefje erin, meneer Vermegen. Nou, oké, dan gaat mijn briefje, die gaat er dus in. Hup, ik zit erin. En dan zegt ze, en op de gang ligt ook meneer Rauwkost. En zijn briefje, die gaat er ook in. Hup. En mevrouw Oeverloos, die ligt ook op de gang. En dat briefje gaat er ook bij. En dan hebben we nog mevrouw Vergiet. Ja, ja, die is hartstikke ziek ook. En dat briefje gaat er ook in. Nou, jongen, jongen, zie je het voor je? Ja, en dan gaat ze dus beginnen. Die verpleegster. En dan hoor ik dat geluid van die briefjes. En dan lig je daar maar op die gang. En een enorme spanning. Ja, ga ik het redden of ga ik het niet redden? Daar gaat het om in dit hele gebeuren. Blijf ik leven? Ja of nee? Dat is hem. Nou, en dan uiteindelijk, dan zegt ze het. Zegt ze, ik ga nu het briefje pakken. Nou, en dan gaat haar hand erin. En dan pakt ze het briefje. En dan zegt ze, en de winnaar is mevrouw Oeverloos. Mevrouw Oeverloos heeft gewonnen. En die mag de IC in. En ik ben de peanut.